Dit wordt het spandoek om van beneden te tonen aan Hasse dat we haar missen en dat we graag hebben dat ze zo rap mogelijk naar huis komt. Want we missen haar, hè? En we mogen geen, we mogen haar niet bezoeken. Hasse is opgenomen met buikproblemen en daar is uit voortgekomen dat ze een appendixinfectie had en daarvoor moest ze opgenomen worden. En zeker de zus heeft het er heel moeilijk mee. Goed gedaan, Gieten. Veel vindt. Hallo, ben je thuis? Ja. Kom ik er aan het raam kijken? We hebben het gemaakt voor jullie. Kan je een foto nemen? Wat vinden jullie van de spandoek? Mooi. Mooi. Ja, Hasse. Op een bepaalde dag stonden wij voor ons voordeur, stond onze buurvrouw, onze overbuurvrouw voor haar voordeur. Er stond wat muziek op en ineens zei een van ons twee, zeg, doe eens een pasje voor. En dan doen wij dat na. En toen is dat een kwartiertje al een stuk, zijn. We beginnen aerobics doen. Een beetje oefeningen doen, dus ik was gewoon zo kopiëren. En dan, ja, ja, gaan we dat volgende dag ook doen? En dan, ja, oké, waarom niet? En dan, dat is zo gebeurd. Allee. Toen zeiden we achteraf, hey, dat was wel echt tof. Hè? Zeker omdat er niks te doen is tegenwoordig. Dan zijn we dat dagelijks beginnen doen, maar toen hadden we zoveel spierpijn dat we zeiden van, om de dag is ook goed. En zo zijn we dat om de dag beginnen doen. Ik werk als de kopster, dus normaal, ik ben de hele dag bewegen en nu zit ik thuis. Dus ik wil ook niet naar de park gaan of naar ja, zover, maar... De buren zijn beginnen aansluiten, daar nog buren en op de duur is dat een gezellig buurtfeest geworden eigenlijk. Maar van op afstand natuurlijk. Hey! Andere buren ja, hebben ons gezien en dan, ah, mag ik ook met de... Ja, zeker. Natuurlijk met afstand. Ja, dat is echt hartverwarmend. En dan, als er altijd maar meer en meer volk bij kwam, dan kreeg ik daar echt kippenvel van. Om 12 uur om de dag zijn wij er klaar voor. Tot vrijdag, hè? Tot vrijdag. Ja, tot vrijdag. Bye bye. Nee. Zie je. Ja, geen probleem. Joop, als het. Onze opdracht is om te proberen het virus uit de ziekenwagens weg te houden en niet verspreid kan geraken. Dat is de basisopdracht. We hebben een overal aan. Persluchtmasker. Dit is eigenlijk geen persluchtmasker, dit is een filtermasker. En handschoenen. Als we het pak willen uittrekken, spuiten we onszelf in, wachten we 10 minuten en dan pas volgt die uitkleedprocedure. Risico is, laat ons zeggen, beperkt. En er moet wel iets juist van zijn, want tot op heden hebben wij vrij weinig zieken. De temperaturen lopen wel redelijk op in zo'n pak. Dus na een uur of 3-4 zullen we wel vrij gedehydrateerd zijn en zullen we het gehaald hebben. Hé hey, Steppe, wat heb je gebruikt? Die volledige decon. Oké. Dank u, meneer Zaak. Nu moet ik een beetje opletten dat ik die schakelaars en die elektriciteit niet meer heb. Of het is een kerstboom als hij naar huis rijdt. Wij werken 12 uur, dus ongeveer 8 ambulances per 12 uur. Enige vorm van fatalisme is mij niet vreemd. Als het me overkomt, zal het zo zijn.
Ik denk dat je standpunt in grote mate afhangt van je leefwereld. Dat je dan een ander standpunt gaat innemen dan iemand die een heel kleine, beperkte leefwereld heeft en dat die daar angstiger tegenover zal reageren. Nog een uurtje in dat pak en ze kunnen ook aan zuurstof leiden. Dit is een groot deel een functie van onze collega's ook, voor hun mentaal enerzijds, en ook omdat onze diensten geen massale uitval zouden kennen. Want als onze diensten een massale uitval gaan kennen, dan is er ergens een schakel die problematisch wordt. Dus dan moeten militaire normen gaan inschakelen, die daar ook niet op getraind zijn. Dus dit is niet gewoon maar eventjes poetsen, dit is echt wel een schakel, dit is een essentie. We zijn nu in het Grinsperk, kant Oudse Heide, en ik ben boswachter bij Agentschap voor Natuur en Bos. Enerzijds is er heel veel weggevallen door de coronacrisis bij vele mensen, vooral door het thuiswerken en zo. Voor ons is thuiswerken zit er niet in. Wij moeten op het terrein komen, want ze hebben onze bevoegdheden wat uitgebreid. Wij moeten mee toezien op de coronarichtlijnen. Dus moeten wij bekijken en zorgen dat de mensen die afstand van 1,5 meter zeker bewaken. En als ze zich niet aan zouden houden, dan kunnen wij ze enerzijds mondeling aanspreken. En als ze dan toch niet willen luisteren, dan kunnen we eventueel een boete uitschrijven. Hallo. Je mag hier op de hoofdweg in het gebied mag je fietsen, dus dat is zeker een probleem. En die mensen die zullen waarschijnlijk wel tot hetzelfde gezin behoren, dus dan is ook de afstandsregel niet van tel. Toen dat allemaal nog maar nieuw was, de maatregelen en de richtlijnen, was het wel heel druk. Zo hebben we op 15 maart, dat was een zondag, een zware overrompeling gehad. Maar toen is er wel duidelijker gecommuniceerd geweest. Ook hier en daar zijn er parkings afgesloten, zoals ook hier in de omgeving van de Kantoutse Heide. En dat heeft wel effect gehad. Het is nu veel rustiger. Enkel mensen uit de buurt komen hier eens met de fiets of komen eens wandelen, wat dan toegelaten is. Ja, je ziet dat hier wel soms deftig gerecreëerd wordt. Maar zijn het dat met natuurlijke materialen gebeurt, is het omgeving vinden, dan laten we dat hier nog wel wat toe. Dat is ook plezant voor de kinderen en zo ontdekken ze ook wel op een speelse manier de natuur. Hè. Het minder aantal recreanten hier heeft in deze periode ook wel zo'n voordeel naar de natuur toe. Want we zitten nu eigenlijk in onze broedperiode. Dat betekent dat heel veel vogels nu hun nesten maken om hun eieren uit te broeden. En die zijn eigenlijk redelijk verstoringsgevoelig. Dus als daar te veel mensen passeren langs dat nest, dan verstoren die eigenlijk een beetje het broeden en dat kan leiden tot het falen van dat broedsucces. Hè. En we denken dat op dat vlak dat wel een positief effect gaat hebben. Ik ben spoedverpleegkundige, fulltime in het UZ van Gent. En daar ga ik straks laten gaan werken op spoed. En dan morgen heb ik een vrijdag. En dan ga ik eigenlijk voor terugreizen een dag COVID-transport doen voor de 100. Ik doe eigenlijk hetzelfde als Tim. Maar in mijn vrije tijd werk ik ook vrijwillig bij de ambulance. En ook af en toe bij terugreizen, maar niet zo vaak als Tim. Het is gewoon een aanpassing, omdat we ons nu moeten aankleden en die maskers constant aan doen. En als ik een keer vergeet, denk ik wel, zou ik nu zelf besmet zijn? Je wilt dat ook niet meenemen naar huis en zo. Bij ons, de kans dat er een van de twee wel een keer besmet zou kunnen worden, is misschien wel wat groter. Soms is dat wel zwaar, want je ziet dat die mensen dat wel echt lasten hebben, soms.
Niet iedereen natuurlijk, maar er zijn er wel bij die echt naar adem snakken, die... Ja, dat is iets die hem hulp nodig. We nemen af en toe wel een keer mee naar huis, maar het aangenaam is dat we daar wel zelf over kunnen babbelen met elkaar. En een keer ons hart kunnen luchten als dat nodig is. Het is al bijna middag, zeg. Ik moet al bijna naar het werk. Soms is dat wat triest. Soms heeft zij nacht en ik laat. En dan komt zij thuis van de nacht en kruipt zijn bed. En tegen dat ze goed en wel wakker is, moet ik vertrekken om te gaan werken. En dan zien we elkaar 's ochtends, dan zien we elkaar 's avonds nog 10 minuten op het werk. En dan... Ja, omdat we shift wisselen. Ja. En dan kunnen we eerst een slapel sturen. Maar ja, we zijn er wel gewoon. Ik vind dat allemaal heel tof, dat ze ons helden noemen en zo. En je merkt ook wel dat mensen plots meer respect hebben of meer respect tonen. Maar voor ons is dat ja, een job als een ander. Allee, ja. Het is heel het jaar door een risico. Ja. Beroep. Ja. Het is spijtig dat de mensen alleen maar nu zien. Precies wat we ervoor niet waren en dat we daarna ook niet meer gaan zijn. Dat we daarna gewoon terug op een stoel zitten. En dat, allee, ik vind dat zo wat... het is mooi, hè, maar ik vind het wel dubbel. En ook gewoon, ja. Ik denk dat er veel meer mensen dan wij gewoon in de frontlinie staan. Een vuilnisman staat even goed in de frontlinie als wij. De mensen van de Coruit hiernaast staan nog meer in de frontlinie. Want wij zijn eigenlijk beschermd. Hè. Wij weten, de zieke mensen die gaan naar ons komen, het is een ziekenhuis voor iets. Dus wij beschermen ons. Maar iemand die in de Coruit staat, weet niet wat die persoon die voor hem staat, die ziek is. Een vuilnisman die iets aanpakt toen op straat, weet niet wat er iemand ziek is. Mijn komende 24 uur is nu de komende 8 uur een laaddienst werken. Daarna thuis in bed gaan kruipen. En dan morgen om 7 uur sta ik in Kortrijk om daar 12 uur ziekenwagen shift te dragen. En dan terug slapen en dan terug naar hier. Het is een drukke week, maar het is leuk. Lieve mensen, meestal blijf ik in mijn kot. En één keer per dag ga ik wandelen met mijn hond. En ik zou nu heel graag een liedje zingen voor jullie dat heel toepasselijk is in deze periode. Ik mis je elke dag een beetje meer. De trein in station, ik zie al de lichten. En dra zeg je mij stil tot ziens. 3 weken alleen zijn, wat is dat nu zeg? Waarom is dan afscheid zo triest? Dit wordt een eindloze tijd, want jou wil ik immers nooit kwijt. Ik mis je elke dag een beetje meer. Ik voel alleen te zijn, dat doet zo zeer. Het moment dat je mij verlaat. Alles zo leeg. Ik mis je elke dag een beetje meer. Beetje veel meer. Ik mis je al morgen bij het ontwaken. Je stem als je vraagt, ben je daar? De krant op de tafel, maar eenzaam ontbijten. Ik besef het nu pas, maar klaar. Alleen zijn is niets meer voor mij. Was alles nu maar al voorbij. Ik mis je elke dag een beetje meer. Gevoel alleen te zijn, dat doet zo zeer. Het moment dat je mij verlaat, lijkt me alles zo leeg. Ik mis je elke dag. Lieve mensen, hopelijk is deze coronacrisis heel vlug voorbij. En zodanig dat we elkaar niet meer hoeven te missen. Blijf gezond, blijf in je kot, was je handen en blijf safe. Alles komt goed.